Sprookjes van Elsa Beska. De stokken van de trollen. Er was eens een timmerman die in een dorpje dat hoog in de bergen gelegen was, een armoedig hutje bewoonde. Het lag aan de rivier, waar langs grote boomstammen voorbij dreven, die tegen elkaar opbotsten, als een wervelwind om elkaar heen draaiden en dan weer verder dreven. De kinderen van de timmerman keken daar graag naar, als ze op het strandje van de rivier aan het spelen waren. Soms wierp de rivier stokken, takjes en boomschors naar hen toe. Daar kon je dan zo leuk mee spelen. De kinderen vonden het maar een aardige rivier, die hun al die dingen zomaar gaf. Het waren twee kleine meisjes en een jongen. De jongen heette Paul. Hij moest de hele dag op zijn zusjes passen, hoewel hij pas 6 jaar oud was. Zijn ouders hadden hun handen vol met het zorgen voor eten en kleren van henzelf en voor de kinderen. Soms was er niets te doen voor de timmerman, maar hij ging dan niet luisteren. Oh nee, hij maakte dan emmers en lepels en andere houten voorwerpen om later op de markt te kunnen verkopen. Op een dag, toen de timmerman aan het werk was, zag hij Paul komen aangaloperen. Hij zat schrijlings op een stok, waarmee hij het stokpaardje speelde. Dat bracht de timmerman op het idee stokpaardjes te gaan maken en ze op de markt te verkopen. Hij ging er dadelijk op uit om er wat mooie takken voor af te snijden. Maar op de zwarte berg, boven de onstuimige rivier, hielden de trollen grote schoonmaak. Dat gebeurde zo om de 7 jaar, want trollen zijn niet al te netjes. Maar als de oude trollenvrouwtjes eenmaal aan het vegen, schuren en kloppen gaan, dan beginnen ze met zo'n vaart, dat de oude trollenmannetjes verschrikt heel diep de bossen in vluchten. Maar de kinderen van de trollen blijven en scharrelen tussen het vuil en de afval rond om leuke dingen te zoeken, waarmee zij konden spelen. Op de steile rots, vlak boven de rivier, lag het hutje van Bezemtrol. Hij vernieuwde de versleten bezems aan de stokken, waarop de trollen reden. Toen de Bezemtrol de oude vrouwen zagen aankomen, zwaaide met haar emmers, vlucht hij ook het bos in, net als de andere trollen. Ja, hij rende bijna nog harder dan de anderen, want hij was een eenzelvige trol, die vrouwvolk helemaal niet verdragen kon. Wat is dat hier een rommel, zeiden de vrouwen, en zij wierpen alles wat zij in hun werkplaats vonden naar buiten. Daar waren ook enige stokken bij, die in een hoek stonden. Dadelijk hadden de trollenkinderen ze te pakken en zij begonnen erom te vechten, want er waren maar 5 stokken en 17 trollenkinderen. Daardoor ontstond zo'n wild gevecht dat het van ver al te horen was. Maar een klein trollenkind was het gelukt om van de stokken naar zich toe te rukken en er tot op de helling boven de rivier mee weg te rennen. Pats, plons, zei de stok, toen het kind en van de steile helling naar beneden wierp. Het trollenjong gilde van verrukking en wierp zich plat op de grond om de trolstok na te kijken, die al duikelend met de stroom werd meegevoerd. Hij wist niet dat het de bezemsteel van een grote trol was die haar weggegooid had. Juist op dat ogenblik kwam een van de trollenvrouwtjes met een emmer vol zeepsop de hut uit. Ze werd zo woedend dat zij de trollenkinderen onder stokken zag vechten, dat zij al het sop over hen heen leeggooide en ze zo wegjoeg. Daarna droogde ze de stokken met haar dwel af en zette ze weer in de hut weg. Ze dachten niet aan ze na te tellen. Dat had ook niets gegeven, want ze kon niet verder tellen dan 3. Maar de trolstok duikelde de bruisende rivier af, tot hij vlak bij de draaikolk kwam.
de enige malen in de rondte draaide en toen ineens op het land terechtkwam, vlak voor het kleine armoedige hutje. Paul vond hem en was echt blij mee, want hij liep juist naar de echte goede stok te zoeken. Vader had beloofd een stokpaardje voor hem te maken, zodra hij klaar was met de stokpaardjes waarmee hij nu bezig was. Maar de stok moest Paul zelf zoeken, zei hij. Paul ging gauw schrijlings op de stok zitten en wachtte naar het hutje van zijn vader galopperen. Of hij wilde naar het hutje van zijn vader galopperen. Maar toen bedacht hij zich dat de kleine kinderen niet alleen bij het water konden achterblijven. Ga maar achter mij zitten. Hou mij goed vast. Dan gaan we rijden, zei Paul. En zij klauterde achterop. En voor Paul het wist, waren ze alle drie al bij de hut. Maar een van de kleine meisjes huilde, want ze had haar hoofd heel erg aan de deurpost gestoten. Hoe kun je nu met al die kleine meisjes zo wild er vandoor gaan, vroeg Pauls moeder, terwijl zij het kleintje in haar armen nam. Zo'n grote jongen als jij moet toch wijzer zijn? De stok ging er met mij vandoor, zei Paul. Dat zal wel een goed stokpaardje worden, hè, vader? De timmerman was juist klaargekomen met het schilderen van de 12 stokpaarden. Ze werden op een rijtje gezet om te laten drogen. Ze zagen er zo leuk uit. Sommige waren bruin, andere waren rood. Weer andere wit, met grijze kringen erop. En ook waren er zwarte, met een rood bit en witte ogen. Paul hield het meeste van de zwarte. Toe, vader, mag ik een zwart hoed of mijn stokpaard hebben? Vroeg Paul. Eerst zullen we eens zien of je een goed op de kleintjes kunt passen, zei de timmerman. Wat de stok betreft, die je daarbij hebt, die is goed. Zet hem maar in de hoek. Nog nooit had Paul zo goed op zijn zusjes gepast als nu. Hij op zijn stokpaardje moest wachten. En op een goede dag was zijn paard klaar. Paul was overgelukkig, want het was een zwarte en mooier dan alle andere paarden. En het was net of het leefde. Zelfs de koning kon geen mooie paard hebben, dacht hij. Het werd de avond, voordat Paul zijn paard kreeg. En moeder had juist de kleintjes naar bed gebracht. Paul reed naar binnen. In vliegende vaart ging het lichte zomeravond in. Hoe dat kwam, begreep hij zelfs niets van. De rit ging heel ver, over de bergen en heuvels heen, tot de Paul plotseling de zwarte berg vlak over zich zag liggen. Toen werd hij eens bang. Ik wil naar huis, schreeuwde hij, en hij liet het paard omkeren. Nauwelijks had hij dit gezegd, of hij stond alweer voor het hutje van zijn ouders, die al naar hem uitkeken. Ik ben blij dat je weer terug bent, zei Pauls moeder. Ik begon mij juist al ongerust over je te maken. De timmerman zei lachend, jouw paard kan nog eens draven. Ja, er is geen paard die zo hard kan draven als dit, antwoordde Paul. Al gauw merkte Paul dat dit geen gewoon paard was. Want waar hij naartoe wilde rijden, daar bracht het paard hem bliksemsnel heen. Maar dat wilde hij niet tegen vader en moeder zeggen. Hij was veel te bang dat zij hem een paardje zouden afnemen. Zijn moeder vond niets prettig dat hij zo ronddraafde, want hij vergat op zijn zusjes te passen. Daarom sprak zij met hem af dat hij alleen op die uren mocht rijden waarop zijn zusjes sliepen. Maar dan haalde hij zijn schade ook dubbel en dwars in. Toen de dag aanbrak waarop Pauls vader naar de markt zou gaan om zijn stokpaardjes te verkopen, wilde Paul graag mee, maar dat mocht niet. Je bent nog te jong, zei de timmerman. Daarop reed hij met zijn volgeladen wagen weg. Het oude bruine paard van een buurman had hij ervoor gespannen. Het was op zaterdagmorgen dat de timmerman zich zo in alle vroegte op de weg begaf. Hij had een paar uur rijden voor de boeg. Teleurgesteld ging Paul het hutje weer binnen. Hij had zo gehoopt mee te mogen. Zijn moeder zag het aan hem en ze had erg met hem te doen. Vandaag ben je vrij,
Dan mag je net zoveel met je paadje spelen als je maar wilt, zei ze. Toen fleurde Paul weer op. Hij ging op zijn stokpaardje het hek uit, naar de grote landweg. Denk je dat de markt in de stad kunt vinden, zwarte? Vroeg hij. En weg waren ze al. Niet langs de grote weg, maar langs de korte weg door het bos. Toen de timmerman eindelijk op de markt aankwam, was het al erg laat. Dat kwam omdat Bruintje zo laat aankwam, dus Bruintje zo langzaam liep. De timmerman was te neergedrukt, want er waren hem al vele wagens met houtwerk voorbijgereden. Alle goede plaatsen op het plein waren al bezet. Toen hij ernaar kwam, en daarom moest hij zijn tent aan de buitenkant van het marktplein opzetten. Juist toen hij met zijn tent klaar was, en alle koopwaren netjes had uitgestald, hoorde hij lawaai en gelach. Hij ging naar buiten om te kijken wat er aan de hand was. Toen zag hij een jongen in volle vaart op een stok. Paardje kwam aangaloperen met een hele rij lachende jonge kinderen achter zich aan. Zo, zo, ik ben niet de enige die stokpaardjes verkoopt, dacht de timmerman. Daar zal ik de mijne wel niet aan kwijtraken. Juist op dat ogenblik keerde de jongen om en kwam recht op hem af. De timmerman was stom verbaasd toen hij zag dat het Paul was die met rode wangen en verwaarde haren op zijn zwartje aan kwam zitten. Wat fijn, vader, dat ik u heb gevonden, riep Paul uit. Overal heb ik u gezocht, want alle kinderen willen stokpaardjes kopen. Om de beurt mochten zij achter mij zitten. Met wie kom je hier allemaal aanzetten? Vroeg de timmerman. Paul hoefde niet te antwoorden, want nu riepen alle kinderen door elkaar dat zij een paardje wilden hebben. En hun vaders, moeders en ooms kwamen erbij en vroegen wat de stokpaardjes moesten kosten. Weldra had de timmerman alle paarden verkocht. En met Paul aan het hoofd begaf zich de hele kinderschaar op weg. Maar de ouders bleven staan. Ze waren in goede stemming, want zij herinneren zich de tijd nog toen zij zelf jong waren en op stokpaardjes reden. En zij gingen het overgebleven timmerwerk bekijken en ze vonden het geweldig knap gemaakt. En zo kwam het dat Pauls vader zijn hele voorraad verkocht. Tegen de avond liep hij dan alleen met een emmer en twee potlepels over. Wat was hij blij dat hij zulke goede zaken had gedaan. Hij had Paul op boterhammen uitgestuurd. Die wilde hij opeten voor zij naar huis gingen. Paul had zijn stokpaardje in de tent moeten achterlaten, want zijn vader vond dat hij nu genoeg rondgedraafd had. Toen de timmerman daar nu zo bezig was zijn tent af te breken, kwam er een nieuwe klant aan. Het was een klein gebogen mannetje dat voor de zomer wonderlijk gekleed was, want hij droeg een lange bontjas en hij had een zwarte hoed op die hij tot diep over zijn ogen had opgetrokken. De timmerman vond het een lelijk mannetje met een onsmakelijk baardje. Zijn hier stokpaarden te koop? Vroeg het mannetje met een heese stem. Hij keek Pauls vader doordringend aan. Nee, die heb ik niet, zei de timmerman. En wat is dat dan? Vroeg het oude mannetje, toen hij met zijn lange kromme vingers het paardje omkneld hield. Dat is het stokpaardje van mijn zoon, zei de timmerman. Dat verkoop ik niet. Het oude mannetje draaide het stokpaardje om en om en bekeek de stok nauwkeurig. Ik koop alles wat je nog hebt, als ik dit mag kopen. Nee, dat gaat niet, zei de timmerman. Je krijgt er 100 kronen voor, zei het mannetje. Ik doe het heus niet, zei de timmerman. Nou, dan geef ik je 5 maal zoveel, is dat goed? Zei de oude man en smeet 5 grote gouden munten op de toonbank.
Verbaasd hadden de timmerman naar de goudstukken. Voor mijn jongen kan ik wel een ander stokpaardje maken, zei Aasle. Top, zei de oude man. En weg was hij, nog voordat de timmerman was uitgesproken. Daar kwam Paul aan sjokken met boterhammen, die zij smakelijk opaat. Maar vol spanning zochten Pauls ogen naar Zwartje. En toen hij zijn boterhammen op had, vroeg hij zijn vader of hij zijn paard nu weer kon terugkrijgen. Ja, toen vertelde de timmerman hem van de man die het paardje voor blinkende goudstukken had gekocht en beloofde Paul, zodra hij thuis was, een ander paardje voor hem te maken. Dat even mooi als Zwartje zou zijn. Maar Paul was zo verdroefd dat hij in tranen uitbarstte. Zo'n paardje als Zwartje zou hij nooit meer terug kunnen krijgen, meende hij. En hij was ontroostbaar. De timmerman ergerde zich dat de jongen niet kon begrijpen wat een groot geluk het was geweest. Dat het stokpaardje zo goed betaald was. Hij raakte zelf ook uit zijn humeur. En de hele weg naar huis zat de vader en zoon zwijgend en knorrig naast elkaar in de wagen. Maar Pauls moeder was erg blij dat er zulke goede zaken gedaan waren. En toen Paul zag dat hoe gelukkig zij was met het geld dat Zwartje had opgebracht, werd hij ook blij. En hij sliep dadelijk in toen hij in bed lag. De timmerman en zijn vrouw bleven die avond laat op en maakten toekomstplannen. Ze zouden zo graag een betere woning kopen, dichter bij andere huizen in het dorpje. En ze rekenen zich uit hoeveel geld dat zij hiervoor nodig zouden hebben. Maar de oude bezemtrol, die zo gelukkig was geweest Zwartje te kunnen kopen, reed regelmatig naar zijn huis op een zwarte berg. Hij had erg gehaast om zo gauw mogelijk op zijn werkplaats te komen. En om, voordat hij de stok aan de grote trol teruggaf, de paardenhoofd er vanaf te halen en een bezem voor in de plaats te zetten. Want de grote trol was woedend op de arme bezemtrol geweest, omdat zijn beste rijstok weg was. En hij was gedreigd hem voor altijd uit het trollendorp weg te jagen, als de stok niet terecht kwam. Toen nu de bezemtrol in volle vaart kwam aanrijden op de stok, met een mooie paardenhoofd, begonnen de trollenjongens van verrukking te roepen en te schreeuwen. En de grote trollen kwamen hun huis uit om te kijken wat er aan de hand was. De grote trol kwam ook. En toen zag hij dat het zijn stok was, die er zo mooi uitzag. Hij moest zo lachen dat de bergen ervan dreunden. En hij benoemde direct de kleine bezemtrol tot de ridder van de drie trollenstaten. Dadelijk kwamen de alle trollen om de bezemtrol heen staan. En zij wilden dat hij hun ook zo'n prachtige paardenhoofd zou verschaffen. Maar de arme bezemtrol was zo moe. Hij had zo genoeg van al dit alles. Het was zo'n werk geweest om de stok van de grote trol te pakken en te krijgen. En hij ergerde zich dat zij meer om dat soort domme paardenhoofd gaven dan om zijn eigen bezem. Ik weet niet waar de dwaas woont die dit soort rommel maakt, schreeuwde hij. En ik zou ook geen moeite doen om hem te vinden. En toen rende hij zijn hut in en smeet de deur achter zich in het slot. De trollenmaatjes waren toch zo jaloers op de prachtige paard van de grote trol. Ineens vonden zij de rijder op bezemstelen ouderwets. En niet voor oude vrouwen. En zij probeerden zelf een paardenhoofd uit te hakken. Maar dat lukte hen helemaal niet. Maar daarvoor waren zij veel te onhandig. Eén van hen, een neef van grote trol, die net zo mooi voor de dag wilde komen, als zij dan zo bezig zijn vingers af te hakken bij zijn pogingen om een paardenhoofd op zijn trollenstok te maken. Brullend van pijn rende hij het trollenhuis rond, terwijl het bloed van zijn handen droop.
Daar schrok zijn vrouw van. Zij smeerde toverzalf op zijn vingers, verbond ze met slangenhuid. Daarna zei ze, als je belooft op te houden met gejammer, zal ik proberen net zo'n mooi paardenhoofd op je stok te krijgen als de grote trol op zijn stok heeft. Toen was de trolleman tevreden, want hij wist dat zijn oude trollenvrouwtje de sluwste trollenvrouwtje van het hele dorp was. Nu was juist deze vrouw de moeder van het kind dat de stok van de grote trol in de rivier had gegooid. En toevallig had zij gezien hoe de jongen het had gedaan. Maar ze had het al die tijd geheim gehouden. Ze rekende uit dat als haar mans stok dezelfde kant uitgooide, deze zeker op dezelfde plaats zou belanden. En dan kon men zien waar de man woonde, waar die prachtige paardenhoofden had gesneden. Daarop ging ze de steile helling op, vlak boven de rivier. Na eerst een paar toverwoorden gemurmeld te hebben, slingerde ze de stok naar beneden. Daarna nam ze de toverspiegel op en ze keek er zo lang in tot ze zag hoe de toverstok in de draaikolken van de rivier ronddraaide. En op de oever geslingerd werd, vlak bij een grauwe hut, die door een plaggedak bedekt was. Paul was juist met de kleine zusjes aan de waterkant, toen de stok op het strandje werd geworpen. Hij raapte hem op, betastte hem, en vond precies op de stok van Zwartje leek. Toen hij er schrijlings op ging zitten, bemerkte hij dat de stok even hard met hem vandoor ging als Zwartje had gedaan. Hij rende de hut uit en vroeg of vader een nieuw paardenhoofd voor hem wilde maken. Waarom wil je nu wel een stokpaard hebben, terwijl je het eerst niet wilde? Vroeg de timmerman. Omdat deze stok precies op Zwartje stok lijkt. De timmerman bekeek de stok eens goed. Deze was blank notenhout, precies zoals de andere stok. En er was net zo'n eigendomsmerk ingesneden. We zullen eens zien wat hij daarvan kon maken. Zet hem maar zo lang in de hoek, zei hij. De volgende dag, toen Paul een huisje op het zand aan het bouwen was, viel er ineens een schaduw op het zandhuis. En toen Paul opkeek, stond daar een lelijk oude vrouw met een zwarte hoofddoek om. Luister eens, mijn lieve jongen. Heb je misschien hier op dit strandje een stok gevonden, zei hij. Ja, dat heb ik, zei Paul. Die staat daar in de hut. Dat was mijn stok die ik in de rivier liet vallen, zei de vrouw. Is het misschien jouw vader die daar prachtige paardenhoven maakt? Ja, dat is mijn vader, zei Paul trots. Vraag hem dan of hij op mijn stok ook zo'n prachtige paardenhoven wil maken. Het mooiste want hij maar maken kan, dan krijgt hij dit grote gouden muntstuk. En toen haalde zij uit haar zak een grote gouden muntstuk tevoorschijn. Zie je, zei ze, ik heb een kleinzoon die graag zo'n prachtig stokpaardje wil hebben. Paul rende naar de hut toe en opgewonden vertelde hij wat de vrouw had gezegd. Vraag of de vrouw binnen wil komen, zei de timmerman. Maar dat wilde ze niet. Ze stopte de gouden munt weer in haar zak en zei tegen Paul dat zij over 3 dagen terug zou komen om het paard te halen. De timmerman verwonderde zich er wel wat over dat de oude vrouw niet binnen wilde komen. Maar hij vond dat hij het stokpaardje in ieder geval wel voor haar kon maken. En al na 3 dagen hing het stokpaardje geschilderd en wel buiten aan de gevel in de zon te drogen. Paul vond dit bijna nog mooier dan Zwartje. Juist toen hij het stond te bewonderen, viel er een donkere schaduw op de muur achter hem. Stond het oude vrouw. Ze gaf Paul het goudstuk en greep begeerig naar het stokpaard. Het is nog niet droog, zei Paul. Dat is het dadelijk, zei de vrouw
en blies erop. Daarna ging ze schrijlings op zitten en in een oogwenk was ze verdwenen. Paul ging de hut in met het grote goudstuk en hij vertelde dat de vrouw haar stokpaardje gehaald had. Het verbaasde de timmerman en zijn vrouw wel wat. Dat ze voor zoveel voor het paard had betaald. De volgende dag kwam de timmerman thuis met een jong hondje voor Paul. En Paul was er erg blij mee. Dadelijk nam hij het hondje mee naar het strand. En hij probeerde hem de stokjes te laten aandragen die hij in het water gooide. Toen ze daarmee bezig waren, werd er ineens een stok op het strand gegooid. En daarop volgden 6 anderen. Doordat er 7 stevige stokken lagen. Paul ging erheen om ze op te rapen. En hij wilde ze in het hutje bij zijn vader brengen. Toen stonden ineens 7 oude gebogen vrouwtjes die in zwart gekleed waren om hem heen. Lieve Paul, ik wil een stokpaardje voor mijn lieve kleinzoon hebben, temde een van hen. En ik voor mijn kleinzoon. En ik voor mijn achterkleinzoon. En elk vrouwtje reikte hem een gouden muntstuk toe. Paul schrok, maar de kleine hond begon te keffen. En vloog, zo klein als hij was, recht op de oude vrouwtjes af. Toen gingen ze weg. Maar ze riepen tegen Paul, over een week komen we terug om de paarden te halen. Paul ging vlug de hut in. Nu zijn er 7 nieuwe lelijke oude vrouwen gekomen, die 7 nieuwe mooie stokpaarden bestellen. En nu krijgt er weer goudstukken voor, zei Paul. De timmerman schudde het hoofd. Dat is vast helemaal niet in orde, zei hij. Wat kunnen dat voor mensen zijn die zoveel voor stokpaarden betalen? Zet de stokpaarden zo lang in de houtschuur, Paul. Paul zette de stokken weg en ging weer met zijn kleine hondje spelen. En toen ineens de eerste oude vrouw die het mooi pasgeverfde paard gekregen had, weer voor hem stond. Waar zijn de 7 stokken? Schreeuwde ze, buiten zich van woede. Die staan in de houtschuur, antwoordde Paul. De oude vrouw ging naar de schuur en nam de stokken eruit. Paul volgde haar. Dat zijn niet uw stokken, zei hij. Vader gaat er stokpaarden van maken. Dat zal hij niet doen, schreeuwde de oude vrouw. Denk je dat mijn ouwetje wil dat dat armzalige zoortje trollen even mooie paarden zou krijgen als hij? En een grote trol hebben? Maar er waren hier 7 oude vrouwen en die wilden allemaal voor hun kleinkind nog een stokpaard hebben, zei Paul. Dat liegen ze. Het zijn oude mannen die de paarden willen hebben, schreeuwde de oude vrouw. Maar vader zou voor elk paard dat hij maakte een grote gouden munt krijgen, zei Paul. Ik kreeg hem gaaf het dubbele, als hij er maar vanaf ziet, zei de oude vrouw. En ze keerde haar zak buitenste binnen, waardoor er een heleboel gouden munten op de grond vielen. Toen bond ze alle stokken met een touw bij elkaar. Groet je vader en zeg hem dat als hij nog meer paardenhoofd dan trolstokken maakt, dat ik 7 keer 7 ongelukken over hem zou toveren, riep ze. En toen ging ze schrijlings op de bij elkaar gebonden stokken zitten. En ze galoppeerde weg, terwijl haar staart achter haar slingerde. De hond blafte en de kleine kinderen begonnen te huilen. En vader en moeder kwamen de hut uit om te zien wat er gebeurde. Ze konden nog net zien hoe de oude vrouw als een grote bromvlieg boven op haar stokken gezeten wegsnorde naar de zwarte berg. Moeder werd bang. Ze ging op de grond zitten en nam de kleintjes beschermend in haar armen. Maar Paul rapte zijn goudstokken op die tussen het zaagsel in de houtschuur gevallen waren. Hij vertelde toen wat er gebeurd was. Nu had de timmerman genoeg geld bijeen om een klein boerderijtje te kunnen kopen dat dichter bij het dorp lag. En dat deed hij dan ook dadelijk. Nog hij, nog zijn vrouw wilden dat de kinderen langer in de buurt van de trollen zouden wonen.
Daarom verhuizen ze zo vlug mogelijk naar een nieuwe woning. Daar hebben ze nu in alle opzichten goed en gezellig. Paarden, koeien, schapen houden zich er ook op na. En een behoorlijke werkplaats met een eigen schaafbank voor Paul. En Paul vindt dat niemand het beter kan hebben dan hij. Maar toch gaat hij soms naar het strandje bij de rivier om te kijken of er geen nieuwe trolstokken aangespoeld zijn. Want hij herinnert zich nog best hoe leuk het was om op zwartje te rijden. En hij denkt dat hij, als hij weer eens een trolstuk vindt, dat hij er naar het eind van de wereld mee zou vliegen om eens te kijken daar wel niet uitzag. En toen was een van de sprookjes van Elsa Beskow uit. Welterusten!